De eerste spreker in deze zaal is Alex Beck. Alex is de CTO van de internetprovider Bed en tevens de voorzitter van de Nationale Beheersorganisatie Internetproviders. En zijn presentatie gaat vandaag over de techniek achter de anti-DDoS wasstraat. Dan wil ik graag het woord geven aan Alex. Nou, dankjewel. Leuk om te zien dat de zaal redelijk vol zit. Dit gras is al redelijk voor mijn voeten weggemaaid inmiddels. Dus deze slide ga ik gewoon overslaan. Mochten er vragen zijn, wil ik alvast even zeggen, steek gerust even je hand op of onderbreek me gewoon eventjes. DDoS aanvallen. Dit werd al door Erik in de andere zaal een paar keer genoemd. Ik ben eigenlijk even nieuwsgierig wat voor publiek ik in de zaal heb. Netwerken, gebruikers. Wie heeft van jullie heeft er wel eens te maken gehad met een DDoS aanval? Ja, dat is toch wel een kwart of een derde, denk ik. DDoS aanvallen zijn een best wel groeiend probleem, denk ik. De grap ervan is een beetje dat het eigenlijk allemaal niet zo heel erg nieuw is, denk ik. Maar er is de laatste tijd wel redelijk wat aandacht voor. Het is ook niet altijd opzettelijk. Heel veel mensen denken bij een DDoS aanval dat is een gerichte aanval tegen een netwerk of een dienst of iets van die strekking. Maar de mensen die wat ouder zijn in deze zaal, die kunnen zich misschien nog wel een incidentje herinneren met de Soundmix Show van Henny Huisman in 1988. Daar kon je op stemmen, dat moest dan telefonisch. En dat bleek zo populair te zijn dat er van die 6 miljoen kijkers die had op dat moment zoveel mensen belden dat het hele telefoonnetwerk in Nederland op zijn gat ging. Ik denk dat dat wel eens een beetje een van de eerste DDoS aanvallen was. En meer recent het feit dat Ziggo had aangekondigd sponsor te gaan worden van Ajax. Waren er wat Feyenoord-fans die daar niet zo heel erg blij mee waren en niet van plan waren om mee te betalen aan de sponsoring van een concurrerende club. Daar kregen ze ook nogal wat telefoontjes over met als gevolg dat de helpdesk, of in ieder geval de klantenservice, ook niet meer zo heel erg goed bereikbaar was. Er zijn verschillende soorten DDoS aanvallen. Ik denk dat ik begin een beetje met een introductie, daar gaan ze meteen wat diepte in. Je kan het eigenlijk op een aantal verschillende manieren doen. Je kan iemand gewoon heel veel verkeer in zijn mik duwen, in de hoop dat de verbindingen daar naartoe vol zitten en het legitieme verkeer er niet meer doorheen komt. Je kan iemand zijn IP-adres kapen, dan is het natuurlijk ook nogal hard stuk. Als je wat beter je best doet, je verdiept je wat meer in hoe het target wat je onder vuur wil nemen in elkaar zit. Dan zou je bijvoorbeeld de firewall die je onderweg daar naartoe tegenkomt uit zijn geheugen laten lopen door heel veel sessies te starten en te zorgen dat ding dat niet meer kan opslaan. Nog wat verder zou je echt in de applicatie kunnen verdiepen. En zorgen dat het ding het heel erg druk krijgt. Bijvoorbeeld zoekopdrachten uitvoeren op een webshop of zo. Waardoor de database-server het niet meer trekt en mensen niks meer kunnen bestellen. Wat daar in zijn algemeenheid over te zeggen valt, is dat aanvallen die gebaseerd zijn op lagen in de protocolstack, dus echt grote hoeveelheden verkeer, over het algemeen makkelijk zijn uit te voeren. Maar ook makkelijk zijn te detecteren. Dat is gewoon een kwestie van veel verkeer, dus dat valt vrij snel op, zeg maar. En dat zijn op dit moment wel de meeste attacks. Er gebeuren natuurlijk ook wel wat intelligentere dingen op DDoS gebied, maar het merendeel is gewoon volume eigenlijk. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende motieven voor te bedenken. Mensen die een mailtje krijgen van joh, je moet geld naar ons overmaken, doe je dat niet, dan zorgen we dat je netwerk of je dienst of wat je dan ook op het internet te doen hebt, niet meer bereikbaar is of niet meer werkt. Kan natuurlijk ook politiek of ideeel zijn, persoonlijk, dan heb je het over het algemeen wat meer over de wat jongere daders, zeg maar. Maar we hebben de laatste tijd ook gezien dat het nog wel eens gebruikt wordt
als afleiding voor iets anders. Stel dat je ergens een systeem wil gaan hacken, zorg je tegelijkertijd voor een DDoS-aanval. Dan valt het verkeer wat je daar zeg maar naartoe stuurt om te proberen daar binnen te komen, valt veel minder op. Mensen zijn dan heel druk bezig met het bestrijden van die DDoS-attack. Logging loopt misschien helemaal vol met allerlei meldingen daarover. Nou ja, waardoor het feit dat je bezig bent om daar binnen te komen ineens veel minder opvalt. De meeste DDoS-aanvallen die komen natuurlijk voort uit botnets. Nou ja, systemen die geïnfecteerd zijn met niet zulke hele gezellige software. Kunnen besturingssystemen zijn, kunnen applicaties zijn. Maar ook devices. Er werd net ook al genoemd in een andere presentatie, Internet of Things. En vanuit die botnets heb je natuurlijk heel veel bandbreedte beschikbaar, omdat je heel veel systemen hebt die je dingen kunt laten uitvoeren. En daarmee kun je ook nog die bandbreedte kun je nog opkrikken, kun je versterken door gebruik te maken van stateless protocollen, bijvoorbeeld UDP. Je stuurt een request naar een nameserver. Dat request is heel klein, maar de reply die je krijgt is een heel stuk groter. Als je dat doet met een gespoofd afzenderadres, dan kun je er op die manier voor zorgen dat die grotere reply die die nameserver terugstuurt, dat die naar de target toe gaat in plaats van naar jouzelf. Nou, bekende voorbeelden, er zijn er veel meer. Ik heb er 3 opgeschreven. NTP, Network Time Protocol, DNS, SNMP. Nou, ze zijn er nog een heel aantal. Het probleem daarvan is dat er best wel veel dingen zijn die op die manier te zijn misbruiken. En dat er eigenlijk maar weinig aandacht voor is over het algemeen om dat tegen te gaan. Software wordt slecht onderhouden. Er zijn heel veel mensen die van een CMS gebruik maken om een websiteje in de lucht te hangen, in de lucht te brengen. Mensen hebben over het algemeen geen idee wat ze aan het doen zijn. Een beetje next, next, next finish, zeg maar. En oh, het werkt en dan houdt het op. Je hebt natuurlijk routers bij mensen thuis waar hun ADSL of een kabelverbinding op uitkomt. Wie is er verantwoordelijk voor dat ding? Dat ding krijg je aangeleverd door je internetprovider. En dan? Ja, hij staat er en hij doet het. Maar als de fabrikant van het ding een software update uitbrengt, wie zorgt er dan voor dat het ding ook inderdaad gepatcht wordt? En liefst nu en niet over een jaar, zeg maar. Bij heel veel andere apparatuur is het gewoon een gebrek aan kennis en een gebrek aan besef. Mensen weten vaak niet wat ze hebben draaien in hun netwerk. Dus laat staan dat ze bezig zijn met de security ervan. En ook dit gras is al een beetje voor mijn voeten weggemaakt door Erik net. Maar bij de Internet of Things gaat het vooral om, goh, dit is leuk, deze functionaliteit wil ik hebben. Maar de security van het hele verhaal staat echt helemaal onderaan het prioriteitenlijstje over het algemeen. Nou, het gevolg daarvan is dat er gewoon heel veel bandbreedte is op het internet die je kunt gebruiken voor DDoS aanvallen. Een aanval van gewoon tientallen gigabits is eigenlijk vrij simpel te doen. En wat je ook ziet is dat de verhouding tussen het normale verkeer en DDoS verkeer dat die steeds schever komt te liggen. Wij zijn bij BIT een vrij kleine ISP in Nederland, dus ons verkeer is hooguit een paar gig. Maar krijg je een keer een DDoS voor je kiezen, dan is dat qua verkeersvolume meer in de orde van grootte van enkele tientallen gigabits. Dus je ziet dat daar een heel groot gat tussen zit. Het probleem daarbij is dat het voor heel veel netwerken eigenlijk niet meer te doen is om je daartegen te wapenen. Je kan natuurlijk wat extra bandbreedte neerleggen. Dat is sowieso wel een goed idee, want het kan ook gewoon eens een keer wat drukker zijn om de een of andere reden. Maar ja, als je 1 gig nodig hebt en je moet er dan vervolgens 10 gaan inkopen bij je leverancier, ja, dan betaal je natuurlijk heel veel geld voor iets wat je eigenlijk bijna nooit nodig hebt. Nou, de bestrijding daarvan, want er is in het wild gewoon nog heel veel van dit soort spul te misbruiken. Echt heel veel. Dus waarom wordt daar dan niks aan gedaan? Dat is eigenlijk heel lastig, omdat het is een wereldwijd probleem. Het thema vandaag hier is hoe veilig is Nederland?
Maar de veiligheid van Nederland wat dat betreft hangt natuurlijk ook af wat er in de rest van de, wat er in de rest van de wereld gebeurt. Cybercrime is lang niet overal strafbaar. In Nederland wel, maar er zijn natuurlijk heel veel landen op de wereld waar dat waar gewoon niet in de wet is opgenomen. De opsporing is heel complex, kost heel veel tijd. Ik denk niet dat ik een verrassing vertel als ik zeg dat de technische kennis bij de opsporingsinstanties zo hier en daar nog wel eens wat te wensen overlaat. Er zijn best wel mensen die het snappen, maar dat zijn er over het algemeen maar een paar. En het gros van de opsporingsinstanties, ja, die hebben maar hele basale kennis en dat is gewoon niet genoeg om, om dit soort dingen aan te pakken. Het is heel tijdrovend. Dus dat wordt om die reden vaak ook, blijft het ook gewoon liggen. Providers hebben daar natuurlijk ook nog wel een rol in. Als je een netwerk vol hebt met, en dat gaat dan vooral over de accessnetwerken natuurlijk, met allerlei gebruikers die computers of andere devices in een netwerk hebben die kwetsbaar zijn of die al misbruikt zijn zelfs. Hoe gaat die ISP daarmee om? Daar zit een behoorlijk groot verschil in. Je hebt ISP's die heel actief daarmee bezig zijn en proberen hun netwerk zo schoon mogelijk te houden. Maar je hebt ook providers die zeggen van het werkt allemaal, dus het zal wel en het is niet ons probleem. Waar ze dan in zekere zin natuurlijk ook wel gelijk in hebben, want het is ook niet per se hun probleem. Maar ja, ik denk dat ze daar toch wel een bepaalde verantwoordelijkheid in hebben. Maar er zijn ook natuurlijk allerlei partijen. Die belanghebbend zijn in het hele DDoS-verhaal. Die er eigenlijk helemaal niet zo op zitten te wachten om DDoS-aanvallen te bestrijden. Of in ieder geval om het bij de bron aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan transitnetwerken. De partijen die het internetverkeer globaal over de hele wereld verslepen. Die worden vaak betaald als ze overheen gaan over hun netwerk hoe meer geld ze verdienen. Ja, dus die zitten er misschien helemaal niet zo op te wachten dat er geen DDoS-aanvallen meer plaatsvinden, want dan verkopen ze gewoon minder verkeer. Er zijn natuurlijk ook leveranciers van anti-DDoS-apparatuur. Dat is aardig lucratieve business volgens mij, want die apparatuur die je kunt kopen om DDoS-verkeer te filteren uit je normale netwerkverkeer, ja, dat kost gewoon behoorlijk veel geld. Dus er zit iemand aardig zijn zakken mee te vullen. Op het moment dat er geen DDoS-aanvallen meer zijn, is er natuurlijk ook geen mens meer die hun dozen gaat kopen. En die botnets, vroeger als iemand een virus schreef, dan vond hij dat leuk en dan was dat eigenlijk gewoon een beetje voor de lol. Tegenwoordig is dat gewoon business. Als je een botnet in de lucht helpt, dan kun je dat verhuren voor allerlei toepassingen. En een daarvan is het uitvoeren van DDoS-aanvallen. Nou, dat zie je in de praktijk ook gebeuren. DDoS as a service heb ik het maar even genoemd, want as a service is natuurlijk helemaal hot tegenwoordig. DDoS as a service dus ook. Vaak wordt dat dan natuurlijk verkocht onder de noemer van stresstest. Wil je je netwerk of je applicatie of zo testen, dan kunnen wij dat voor je organiseren. Maar er is geen mens die controleert of je wel je eigen applicatie aan het testen bent of misschien stiekem die van iemand anders. En zo kun je gewoon online op, ik heb een paar sites hier genoemd. Kun je gewoon voor een appel en een ei kun je een DDoS huren voor een kwartiertje of een uur of wat dan ook. Vaak kun je gratis testen. Dat is dan niet zo lang en dat is niet zo heel erg intelligent, zeg maar. Dat is dan gewoon een boel verkeer. Eigenlijk vooral voor die jongens bedoeld om te laten zien wat ze kunnen. En als je dan daarvan overtuigd bent, dan betaal je een paar bitcoins en dan kun je daar het IP-adres invoeren van iemand waar je een boze brief naartoe gestuurd hebt of waar je toevallig een hekel aan hebt of wat dan ook. En dit soort sites, ze worden natuurlijk dan wel met enige regelmaat weer uit de lucht gehaald, maar ze poppen gewoon als paddenstoelen weer op. Dus dat is gewoon ook echt dweilen met de kraan open. Nou, wat kun je daaraan doen? Het blijft dus een beetje symptoombestrijding. Daar komt het eigenlijk op neer. Om het probleem bij de wortel aan te pakken is gewoon heel erg lastig. Er zijn allerlei oplossingen voor. Grofweg valt dat in twee categorieën op te delen. Je hebt de diensten, zoals Cloudflare, Akamai, een grote content distributiepartij. En je hebt aan de andere kant de toko's die hardware verkopen waar je DDoS-verkeer mee kunt filteren. Dat laatste heeft dan natuurlijk als nadeel dat je er niet alleen maar bent als je een doos koopt, maar je moet ook zorgen dat je genoeg bandbreedte hebt om, zeg maar, het DDoS-verkeer en het normale verkeer je netwerk binnen te laten.
dan vervolgens een appliance in te stoppen die het, het verkeer waar je niet op zit te wachten eruit filtert. En de rest doorstuurt naar de server in je netwerk waar het voor bedoeld is. Je kan het natuurlijk ook blackholen. Daar zijn ook allerlei oplossingen voor, afspraken die je kunt maken met transitleveranciers. Van, nou, dit IP-adres ligt onder vuur, mijn hele netwerk heeft er last van. Dus ik wil geen verkeer meer hebben wat gericht is aan dit IP-adres. Ik ben er zelf niet zo'n fan van. Het probleem is namelijk dat je degene die de DDoS uitvoert dan zijn zin geeft. Ben je misschien de volgende keer weer aan de beurt. Is allemaal niet zo handig. Het probleem wat je in ieder geval in alle gevallen waar je mee te maken hebt, is dat het gewoon voor heel veel netwerken veel te duur is om hier op een goede manier een oplossing voor te implementeren. Het begint natuurlijk allemaal met detectie. Als je wat wil doen aan een DDoS aanval, dan zul je eerst moeten weten dat zo'n ding gaande is. En dat lijkt heel simpel, maar dat is het niet per se altijd. Ik heb hier een grafiekje neergezet. Er staat een vraag onder. Zijn er mensen die in de zaal hier die een gokje zouden willen wagen? Is dit een DDoS aanval of een backup die piekt in het verkeer? Ik hoor hier backup. DDoS. Meningen zijn verdeeld. Sorry? Photoshop. Nee, het is wel een echte grafiek. Die komt uit ons. Dat is een poort in ons netwerk. Dit was waarschijnlijk een backup of iets anders van die strekking. Het was in ieder geval geen DDoS. Ik heb dit plaatje erin geplakt om te laten zien dat het niet altijd even makkelijk is om te zien of een afwijking in je normale verkeerspatroon nou een DDoS is of dat het toch wel legitiem verkeer is. Wij hebben inmiddels bij BIT een appliance gekocht. Komt zo meteen ook nog even aan bod, een genie die verkeer analyseert. Nou, je kan natuurlijk niet al het verkeer wat je binnenkrijgt analyseren, dus dat werkt op basis van flows. Alle routers in ons netwerk die verbonden zijn met de buitenwereld, die sturen samples van het verkeer door naar die machine. Dan moet je denken aan 1 op de 100 packets. Het zijn best wel veel packets, dus uiteindelijk heb je dan toch wel een behoorlijk goed beeld van wat er in je netwerk gebeurt op dat moment. Dat doen we dus vanaf verschillende routers, eigenlijk alle routers die met de buitenwereld verbonden zijn. Die genie heeft al een aantal vaste rules ingebouwd zitten, maar hij leert ook van het verkeer wat hij langs ziet komen. Dus je zet dat ding aan, dan geef je hem een week of twee weken de tijd. Als je dat goed doet, dan deel je in ieder geval als je ISP bent, deel je je IP-adressen op in blokjes, zodat dat ding ook benul heeft van welke IP-adressen bij elkaar horen. Als je bijvoorbeeld een klant hebt die een website host, dan zal dat een heel ander type verkeer zijn wat die klant voor zich kiezen krijgt, dan wanneer je een klant hebt die bijvoorbeeld domeinnamen uitgeeft, ik noem maar een dwarsstraat, dan zal het vooral DNS-verkeer zijn en misschien een beetje WHOIS en dat soort dingen. Je kan je voorstellen dat op het moment dat er bij die webhoster ineens heel veel UDP-verkeer over zijn poort gaat, dat verdacht is. Maar op het moment dat het bij die domeinboer gebeurt, dan is dat gewoon business as usual natuurlijk. Dus is handig als die machine weet welke IP-adressen bij elkaar horen en het type verkeer wat daar dan normaal gesproken bij hoort. Ding kijkt niet alleen naar verkeersvolume, maar ook naar het protocol wat gebruikt wordt, TCP, UDP, poortnummer. En kijkt ook naar de pakketgrootte. Als je normaal gesproken bijvoorbeeld een gemiddelde packet size hebt van 500 en je ziet hem ineens het gemiddelde in elkaar zakken naar, ik noem maar wat, 200. Of misschien nog wel kleiner als je een hele grote DDoS aanval krijgt. Dan weet je van, hey, hier is wat aan de hand en dat is waarschijnlijk niet goed. Nou, vervolgens weet je dat er iets aan de hand is en dan moet je daar wat mee. In de eerste instantie hebben wij er bij BIT voor gekozen. Ik sta een beetje met twee petten op vandaag, hè, want ik zit bij NBIP en bij BIT. We zijn bij BIT ook gebruiker van die anti-DDoS voorziening van NBIP, dus vandaar. In de eerste instantie hebben we ervoor gekozen om alleen maar te alarmeren, want het was allemaal nieuw en toch een beetje eng. Je wil wel heel zeker weten dat het werkt voordat je het aanzet, zeg maar.
En uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd dat we er zoveel vertrouwen in hadden dat we ook nu DDoS-aanvallen niet alleen automatisch detecteren, maar ook automatisch actie ondernemen op het moment dat er een gedetecteerd wordt. Dat doen we trouwens door middel van BGP. Weet iemand hier wat dat is of niet? Ja, dat zijn er niet zo heel veel. Als ik de vraag omdraai, wie weet niet wat BGP is? Ja, dat zijn er toch wel meer. Nou, oké, daar gaan we zo meteen nog even wat over vertellen. Om dat hele DDoS-probleem op te kunnen lossen, hebben we een gemeenschappelijke anti-DDoS-voorziening opgezet. Even wat achtergrond over NBIP. NBIP is ruim 10 jaar geleden opgericht door een aantal providers die zich toen verenigd hadden in de NLIP, de Nederlandse Vereniging van Internetproviders. En de directe aanleiding ervoor was dat de Nederlandse overheid de telecomwet aan had gepast en dat providers ineens de verplichting hadden om aftapbaar te zijn. Dus op het moment dat de overheid op de stoep staat met een bevel, dan moet je als internetprovider zorgen dat je dat verkeer van die ene specifieke klant volgens een bepaald protocol af kan leveren bij de overheid. Dat was iets wat je geregeld moest hebben, waar je apparatuur en software voor nodig hebt. En wat je eigenlijk in de praktijk niet zo heel erg veel gebruikt. Dus toen hadden we zoiets van, weet je wat we doen? We kopen gewoon een stapel apparatuur en zo. En dan gaan we dat gewoon delen met z'n allen. Dan hoeft niet iedereen voor zich die investering te doen. Stichting voor opgericht, die spullen aanschaft, beheert en ervoor zorgt dat op het moment dat je een taplast krijgt, die apparatuur die daarvoor nodig is, naar je toe gereden wordt, aangesloten wordt en dan werkt dat. Bij DDoS is het eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Je krijgt natuurlijk niet zo heel erg vaak een DDoS, tenminste, dat hoop ik voor je. Maar je moet er wel een behoorlijke investering voor doen. En je investeert dus heel veel geld in apparatuur, je investeert heel veel geld in dikke verbindingen om te zorgen dat het verkeer ook daadwerkelijk je netwerk kan bereiken. En wanneer gebruik je het nou eigenlijk? En dat is eigenlijk voor ons de trigger geweest om te denken van, we kunnen dat eigenlijk best wel op dezelfde manier aanvliegen als we met die TAP destijds gedaan hebben, wat nog steeds heel succesvol is en waar ruim 100 providers gebruik van maken. We kopen gewoon gemeenschappelijk met een aantal internetproviders vanuit diezelfde stichting, geven we €500.000 uit aan apparatuur, we leggen een paar dikke verbindingen aan en we delen die gemeenschappelijke voorziening, zodat iedereen er gebruik van kan maken en iedereen eigenlijk maar een friemeltje betaalt van wat hij anders kwijt zou zijn. Nou, waarom hebben we daar een aparte stichting voor opgericht? Je hebt te maken met allemaal verschillende internetproviders die natuurlijk wel een gemeenschappelijk probleem hebben. En je hebt natuurlijk het principe van the enemy of my enemy is my friend, maar in het dagelijks leven ben je toch elkaars concurrent. Dus het leek ons handig om daar een onafhankelijke partij voor in het leven te roepen. Het is een non-profit club. Dus wat we doen op het moment dat er weer een jaar voorbij is, dan gaan we kijken van, wat hebben we nou aan geld binnengekregen? Hoeveel geld hebben we uitgegeven? Blijft er nog wat over? Dan gaat het gewoon weer terug naar de deelnemers. Dus je betaalt echt gewoon wat het daadwerkelijk gekost heeft. En het is, waar we ook wel een beetje een speerpunt van maken, is de snelheid waarmee we kunnen reageren. Pim, die zit hier ook in de zaal, die gaat heel snel op allerlei knoppen drukken op het moment dat er iets aan de hand is. En een groot deel van het proces kun je gewoon volledig automatiseren. En dan kun je in de praktijk, op het moment dat je een DDoS krijgt, stel dat je hem automatisch detecteert en ook automatisch het verkeer door de wasstraat heen duwt op zo'n moment, dan kun je echt binnen een minuut het grootste gedeelte van je verkeer al kwijt zijn. Het grootste gedeelte van het DDoS-verkeer, hè? Je normale verkeer, dat je kan ook binnen een minuut de stekker eruit trekken, maar dat is dan misschien weer niet zo handig. Dat is dan wel gebaseerd op automatische detectie en mitigatie. En de grap is dat we eigenlijk gebruik maken van een protocol wat qua routering het hart van het internet vormt, BGP. Kom ik zo op terug hoor, voor de mensen die nog nooit van BGP gehoord hebben. Wat eigenlijk het verhaal is, heeft mijn collega Ludo hier in drie cirkeltjes weergegeven. Aan de linkerkant zie je wat de normale situatie is.
In het midden wordt het al een beetje ongezellig, omdat iemand besluit heel veel verkeer naar je toe te sturen. En aan de rechterkant zie je dat verkeer wordt omgeleid via de NAWAS. En dat vanuit de NAWAS het verkeer waar je wel op zit te wachten, alsnog wordt doorgestuurd naar jouw netwerk. Wat even belangrijk is in dit tekeningetje, is die rode lijn die gelijk rechtsaf buigt. Het verkeer wordt dus niet vanuit je eigen netwerk naar de wasstraat toegestuurd, maar we zorgen ervoor dat het verkeer bij de wasstraat terechtkomt nog voordat het jouw netwerk bereikt heeft. Waardoor er dus bij de deelnemende netwerken ook veel minder bandbreedte nodig is dan wanneer je dat op een andere manier zou regelen. Nou, dan BGP. BGP is een protocol wat op internet gebruikt wordt om routeringsinformatie uit te wisselen. Het internet is niet één netwerk. Het internet is opgebouwd uit duizenden autonome netwerkjes, zoals wij er ook een hebben, die allemaal hun eigen policies erop nahouden, hun eigen IP-adressen gebruiken. Eigenlijk niet zo gek veel met de rest te maken hebben, in ieder geval niet vanuit beheersoogpunt. Maar je wil natuurlijk wel graag dat je het hele internet, dus dat je al die netwerkjes die samen het internet vormen, dat je die allemaal kunt bereiken. Nou, wat ze daarop bedacht hebben is BGP, dat staat voor Border Gateway Protocol. Het is een protocol wat routeringsinformatie uitwisselt. Wij hebben bij BIT een aantal IP-adressen en de rest van de wereld moet natuurlijk weten dat wij die IP-adressen hebben. Dus dat ze het verkeer wat voor die IP-adressen bedoeld is, op de een of andere manier naar ons toe manoeuvreren. Nou, dat kan rechtstreeks over een internet exchange of over een rechtstreekse verbinding, een private peering. Maar dat kunnen ook nog één of meerdere partijen tussen zitten. En je kan natuurlijk ook, zoals wij bijvoorbeeld doen, een transitleverancier geld betalen om te zorgen dat jij de rest van het internet kunt bereiken. BGP werkt met announcements. Wat er eigenlijk op neerkomt, dat je hebt een bepaalde IP-reeks. In ons geval is 2.1336.0.0. Dan ga je tegen iedereen waar je een verbinding naartoe hebt of waar je via een internet exchange verbinding mee hebt, ga je roepen van hey, ik weet de weg naar deze IP-adressen. Die mensen die routers krijgen die informatie binnen. Die kijken daarnaar, die denken van nou mooi, die kende ik nog niet. Slaan ze die informatie op in hun routetabel. Alternatief kan zijn dat die dat eigenlijk al wist, dat die al wist hoe die IP-adressen kon bereiken. En dan wordt er ineens gekeken naar een heel aantal andere criteria, zoals bijvoorbeeld hoe lang is dat pad. Misschien is dat pad wat hij dan op dat moment geleerd heeft wel korter dan wat hij al kende. Nou, dan wordt die nieuw geleerde route gebruikt. Het kan ook zijn dat het pad wat hij al had korter is en dan gebeurt er eigenlijk niks, behalve dan dat die router die informatie in zijn achterhoofd houdt en bij zichzelf denkt van nou ja, oké, prima. Ik gebruik hem nu niet, maar het is wel goed om te weten dat hij er is. Op het moment dat die verbinding die dan een kortere route heeft naar de bestemming op wat voor manier dan ook uitvalt, dan weet hij dat hij die andere route nog steeds als alternatief kan gebruiken. Dus het zorgt er niet alleen voor dat je bereikbaar bent op het internet, maar het zorgt ook voor redundantie. Gaat er ergens een keer iets mis, breekt er een kabel, crasht er een router, whatever, dan zorgt BGP ook voor dat je de alternatieve routes die er zijn, dat je die ook weet, welke kant dat op is. Het heeft een heel rijtje met criteria. Ik heb er nog heel even over nagedacht om dat als een slide erin te zetten, maar ik heb er toch maar van afgezien, want het meeste van het spul is eigenlijk volledig oninteressant. Er wordt natuurlijk gekeken naar de lengte van het pad. Dus hoe lang is de route naar mijn bestemming? Dat is natuurlijk een belangrijk criterium als je wil bepalen of een bepaalde route wel of niet interessant is voor je. Maar er worden ook nog andere criteria gehanteerd. Zo kun je zelf bijvoorbeeld een voorkeur opgeven. Ik vind deze route eigenlijk wel heel erg fijn, bijvoorbeeld omdat die goedkoop is. Dus ook al is die een beetje langer, gebruik die dan toch maar. De grap van het hele verhaal is dat er altijd gekeken wordt naar hoe specifiek een route is. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste criterium. Dus je kan een verbinding hebben met het netwerk waar de data die je te versturen hebt moet zijn, waar verder niks tussen zit. Maar als je bijvoorbeeld in plaats van een /19, een blok van
waarvan de eerste 19 bits hetzelfde zijn. Als je die leert via die route, maar je leert via een andere route, via een enorme omweg, een route voor een slash 24 die uit diezelfde slash 19 komt, dan weet je dus voor die slash 24 eigenlijk de route al, want je kan hem die kant op sturen, want dat is daar gewoon een onderdeel van. Maar omdat die route specifieker is, zal die altijd voorrang krijgen, ook al is het pad bij wijze van spreken 10 keer zo lang. Ben ik nog te volgen of niet? Slash 19, slash 24, is dat bekend of niet? Steek gerust je hand op hoor, het is geen schande als je het niet weet. Dat is eigenlijk het principe waar we bij NAWAS gebruik van maken. Want je hebt natuurlijk als ISP al allerlei verbindingen naar de buitenwereld. Via peerings, via AMSIX, NLEX, waarschijnlijk ook nog wel meerdere transitpartijen waar je verkeer inkoopt. Nou, dus je hebt allerlei verschillende verbindingen naar de plek waar je verkeer heen moet. En dan op een gegeven moment krijg je een DDoS aanval en wil je de rest van de wereld laten weten van hey, het verkeer voor deze ene machine wil ik nu niet even niet via mijn reguliere kanalen binnenkrijgen, maar wil ik via de NAWAS laten lopen. Ja, hoe zorg je er dan voor dat de hele wereld die andere route gebruikt, die misschien in heel veel gevallen wel iets langer is. Nou, dat doen we dus op basis van hoe specifiek de route is, dus de lengte van de prefix die aangekondigd wordt. Zet je dan één specifiek IP-adres, geef je een andere route, zodat je die naam loopt? En hoe snel gaat dat updaten? Want ik neem aan dat het ook tijd kost om ja, updaten. Ik zal de vraag even herhalen voor de rest van de zaal. De vraag was of we dan voor één specifiek adres een andere route injecteren, zeg maar. En vraag 2 was, hoe lang duurt dat dan? Nou, die eerste vraag is nee. Er zijn nu echt al honderdduizenden routes op het internet die ervoor zorgen dat, zeg maar, dat je een complete routetabel hebt. En want een internetprovider heeft over het algemeen geen default route, maar die heeft voor elk netwerk wat bestaat op het internet een aparte, expliciete route in zijn routetabel staan. Ja, je kan je voorstellen dat dat een probleem wordt zo langzamerhand, want je zit met problemen met geheugen op je routers. Je zit met dat je, als je op een gegeven moment een packet moet sturen ergens naartoe, ja, dan moet je 300.000 entries bij langs om te kijken van, goh, welke moet ik gebruiken. Dus er worden allerlei maatregelen genomen om te zorgen dat die routetabel niet nog harder ontploft dan dat die eigenlijk nu al aan het doen is. Dat zorgt ervoor dat heel veel netwerken de announcements die ze binnenkrijgen van andere netwerken waar ze contact mee hebben, dat ze die filteren. Dus ze kiezen ervoor om bepaalde announcements die ze binnenkrijgen, om die te negeren. Om die routetabel eigenlijk een beetje beheersbaar te maken. Er zijn op het internet, je zou verwachten van nou, het zijn allemaal providers, dus die mannen die weten allemaal wat ze aan het doen zijn. Er zijn er wel best wel een aantal bij die er een behoorlijk potje van maken. Dus je moet ook filteren. Dat houdt in dat je een enkel IP-adres, als je dat zou announcen naar al je peers, zeg maar. Ja, misschien dat je peers hem nog net accepteren, maar de volgende keten, de volgende schakel in de keten, die gaat die route gegarandeerd niet accepteren. Dus dat krijg je nooit, zeg maar, globaal de routetabel in. Wat wij doen, is op het moment dat er een IP-adres onder vuur ligt, dan kijken we niet naar dat ene IP-adres, maar naar de slash 24, waar dat IP-adres invalt. En die hele slash 24, die routeren we dan via de NAWAS. Dus dat heeft als gevolg dat je niet één IP-adres door de NAWAS heen stuurt, maar 256. Dus theoretisch gaat er nog van 255 andere klanten dan ook verkeer door de NAWAS. Maar de NAWAS fungeert voor het normale verkeer, zeg maar, eigenlijk gewoon als transitleverancier, gewoon als doorgeefluik. Dus dat verkeer dat gaat dan misschien via een klein ommetje, maar voor die andere 255 klanten of andere 255 machines blijft het wel gewoon werken. Nou, die vraag over die snelheid, die is ook natuurlijk wel interessant, want zeker bij DDoS aanvallen wil je natuurlijk zo snel mogelijk dat het allemaal weer werkt. Eerlijk gezegd, toen we dit gingen bouwen, hadden we het idee dat dat best nog wel eens even kon duren. Want er zijn natuurlijk duizenden, honderdduizenden routers op de wereld die allemaal hun tabel moeten updaten. Het voordeel wat we hebben is dat de hardware wel een heel stuk sneller geworden is. Dus het verwerken van updates die binnenkomen duurt gewoon niet meer zo lang als dat het een paar jaar geleden deed. En een ander dingetje wat een rol speelt is als je heel ver weg ergens in Azië
een router hebt die verkeer naar jou toestuurt, dan zal het best zo zijn dat hij misschien nog niet die nieuwe route geleerd heeft, maar op een gegeven moment op weg naar jou toe komt dat packet steeds dichter in de buurt van jouw netwerk en op een gegeven moment stuit hij wel een keer op een router die die update al wel verwerkt heeft en gaat het verkeer alsnog via NAWAS. Dus voordat echt het hele internet het weet, ja, dat zal misschien 5 minuten duren in die orde van grootte. Maar wij hebben gezien in de praktijk dat op het moment dat wij op de knop drukken of onze Genie automatisch een announcement eruit stuurt, ja, dat het geen minuut duurt voordat het verkeer via onze reguliere verbindingen weg is. En die minuut is een schatting, want het duurt natuurlijk ook even voordat de statistics geüpdate worden en na een minuut zien we het. Maar in de praktijk is dat waarschijnlijk veel sneller, misschien 30 seconden of misschien nog wel meer. En het gaat er ook niet om hoe lang het duurt voordat al het verkeer weg is. Het gaat er eigenlijk alleen maar om hoe snel zo'n groot deel van het verkeer weg is, dat jouw normale verbindingen het weer kunnen verwerken. En stel dat je normaal gesproken 3 gig doet, je hebt een 10 gig verbinding naar de buitenwereld die ineens vol zit door een DDoS aanval. Stel dat het bij wijze van spreken een minuut duurt of 2 minuten duurt voordat al het verkeer via NAWAS gaat. Als het binnen 30 seconden of misschien binnen 15 seconden onder die 10 gig zakt, dan kun je het verkeer allemaal weer verwerken. Dus dan is het dan heb je er al zoveel voordeel van dat het waarschijnlijk al wel weer een beetje begint te werken, zeg maar. Om dit allemaal even wat aanschouwelijker te maken, heb ik een voorbeeldje genomen. www.bit.nl 213.136.12.236 valt in de /19/213.136.00. Dus dat is wat er normaal gesproken gerouteerd wordt over het internet. Stel dat die site onder vuur komt te liggen, dan zullen we 213.136.12.0/24 als /24 announcen naar de NAWAS. Dat distribueert zich over het hele internet. En dan gaat dat verkeer voor die /24 via de NAWAS. En de rest van die /19 volgt dan nog steeds de normale route. Nog wat aanschouwelijker, een klein stukje van het internet. Je ziet daar links ons netwerk met een webserver waar een monitor aan hangt. Dat vond ik wel grappig. KPN, NTT, dat zijn twee voorbeelden van transitleveranciers. Daarnaast hebben we een verbinding naar AMSIX, ook naar allerlei andere exchanges, maar ik heb het even simpel gehouden. Die blauwe lijn die geeft de verbinding aan die wij met NAWAS hebben. Dat is een private VLAN over AMSIX. En in de normale situatie komt het verkeer op deze manier binnen. Gedeeltelijk via AMSIX, gedeeltelijk via transitleveranciers. Op het moment dat er nou een DDoS aanval aan de gang is, dan gaat daar ineens heel veel verkeer overheen. Dan begint het links onderin een beetje te piepen en te kraken natuurlijk. Op het moment dat we over die blauwe verbinding 213.136.12.0/24 announcen richting NAWAS, zal de NAWAS het verkeer naar zich toe trekken en gaat het gefilterde verkeer met een heel fijn dun groen lijntje alsnog naar die webserver. Met andere woorden, de grote klappen vallen dan hier, waar we heel veel infrastructuur hebben, dikke routers, dikke filtermachines, dikke verbindingen naar het internet. En wat er overblijft is gewoon klein genoeg, zeg maar, qua omvang om door de normale verbindingen te passen. Dit is een beetje de opzet van het netwerk van NAWAS zelf. Je ziet bovenin peering- en transitconnecties naar de buitenwereld, een router. Wat ik nog niet verteld heb, wat wel heel erg leuk is, is dat we 2 filtermachines... Ik heb geen pointer, hè? Ja. Oh, echt? Oh, moet je kijken, joh. We hebben hier 2 filtermachines. Dit is een betrekkelijk, noem het maar Brutus. Het is een vrij domme doos die zeg maar de eenvoudige attacks die gewoon gebaseerd zijn op veel verkeer heel goed kan filteren. Die kan ook een behoorlijke hoeveelheid verkeer aan. Als we dit ding zo meteen helemaal vol duwen met kaarten, dan is het 960 gig die worden vergroten. Wat er dan nog overblijft, sturen we er nog een doos. En dat is een anti-DDoS filterdoos die veel beter in staat is om echt
applicatie-attacks tegen te gaan. Dus mensen die database-servers over de PIS proberen te helpen. De reden dat we hiervoor gekozen hebben is dat elke leverancier van anti-DDoS-apparatuur weer zijn eigen sterke en zwakke punten heeft. En er eigenlijk niet één machine te kopen is die gewoon het hele probleem voor je oplost. Nou, dan de detectie, waar ik het net al even over had. Hier, verkeerd knopje. Hier zie je die Genie. Die krijgt, ik heb hier nog maar één router getekend, maar dat zijn er in de praktijk vier. Die sturen flow data door naar die Genie. Die doet daar intelligente dingen mee. En op het moment dat hij besloten heeft van, er is iets aan de hand wat niet klopt, dan stuurt hij naar deze router toe een BGP-announcement, waarmee hij eigenlijk dat verkeer naar zich toetrekt, tussen aanhalingstekens. Die announcement die gaat ook weer door naar de NAWAS en dan komen we weer in de situatie die we net gezien hebben. Dat is een volledig geautomatiseerd proces bij ons inmiddels. Altijd goed? Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik bedoel, iemand die zegt, bij ons gaat er nooit wat fout, die ligt waarschijnlijk dat die barst. Het gebeurt wel eens dat er, dat we toch met de hand nog even in moeten grijpen. Het gebeurt ook wel eens dat er ten onrechte misschien wat verkeer door de NAWAS heen gestuurd wordt. Maar ja, dat is niet zo'n ramp. Want de NAWAS is gewoon net als KPN en NTT bij wijze van spreken gewoon een transitleverancier. Dus als je een keer per ongeluk op het knopje drukt bij wijze van spreken en het verkeer wordt door de NAWAS heen gehaald, dan blijft alles gewoon werken. Dus je kan daar eigenlijk niet zo heel erg veel aan misdoen. Tenminste, je kan er wel veel misdoen, maar het heeft niet zoveel gevolgen. Meer latency of zo. Ja, maar dat zijn tienden van milliseconden. Dat is echt de moeite niet. Wanneer er wordt teruggeschakeld naar de normale route, was de vraag. Dat is een beetje afhankelijk van ervaring. Op het moment dat je heel veel DDoS aanvallen verwerkt, zoals bij NAWAS het geval is, dan krijg je wel een beetje het feest der herkenning, zal ik maar zeggen. Je ziet iets gebeuren en denkt van, we hadden gisteren ook zoiets bij een andere provider. Die doen even een prikje en dan zijn ze weer weg en dan een uur later dan komen ze drie keer zo hard terug. Dan laat je hem nog even staan en ja, meestal laat hem nog een dag of zo en die worden vergroot. Op basis van? Nee. Nee, wat ik net al zei, ik ben niet zo fan van blacklisten. Dus wat het enige wat die Genie doet is zorgen dat het verkeer door die NAWAS heen gaat. En als het dan op geen enkele andere manier te filteren is het verkeer, dan zouden we ervoor kunnen kiezen om het te blacklisten. Maar dat doen we zeker niet automatisch en handmatig ook liever niet, zeg maar. De vraag is wat de ervaring is. Of we zien dat een actie stopt op het moment dat het door de NAWAS heen gaat. Omdat dan de aanvaller doorheeft dat het eigenlijk allemaal geen zin heeft. Het is verschillend. Je hebt heel veel verschillende aanvallen. Maar je ziet wel vaak, je ziet het op een gegeven moment wel weer stoppen natuurlijk. Alleen het punt is dat je niet weet hoe lang het geduurd zou hebben als je het niet door de NAWAS heen gehaald zou hebben. Dus daar kan ik niet echt heel concreet iets over zeggen. Laatste vraag. Laatste vraag, sorry. Ja. Hoe vaak? Bij ons is dat. Ik kijk heel even naar Sander, weet jij dat toevallig? Enkele maanden in de week, hoor. Dat is niet heel veel. Ja, een paar keer per week. En er zitten ook wel dagen bij dat we meerdere aanvallen per dag hebben. Maar ook wel eens een paar dagen niet. Ja.